In het tweede deel van het Vierluik, het geheim van goede noten, vanavond aandacht voor het gebruik van modellen, het lenen van bestaand materiaal of het verwijzen naar een bepaalde stijl of een bepaald genre. Niet alleen in het heden een geaccepteerde basis voor de compositie. Ook Bach bijvoorbeeld componeerde op basis van bestaande modellen. Deze aflevering werd overigens eerder in 1991 in een langere versie door de VPRO uitgezonden. In 1989 dirigeerde Rijnbert de Leeuw de wereldpremière van De Materie, een opera van Louis Andriessen. In De Materie maakt Andriessen gebruik van verschillende soorten muziek. Een ballade uit de middeleeuwen, een prelude van Bach, maar ook Amerikaanse disco. Dit was fantastisch. Het is buitengewoon mooi, ja. Dat is heel nu fantastisch. Ja, dat is heel mooi. Nou, vind ik dus, er staat hier pas poco a poco niet meer. Dus tot hier moet het allemaal zeer sterk zijn. Ja. Heb je wel gerealiseerd dat je... Goede muziek gaat altijd over andere muziek, zegt Andriessen. En daarom componeert hij dikwijls naar het model van al bestaande werken. Voor hem deden componisten als Bach en Stravinsky dat al. En in de popmuziek gebeurt precies hetzelfde. Volgens mij ben je dan vergeten waarom het gaat in de muziek. Ja, maar dat krijg je wel terug, hoor, in die finale. Het is zo... Hoe lang duurt het? 7? Nee, het is langer. Ja, zeker. De Materie is geen traditionele opera. Het gaat niet om mensen en emoties, maar om ideeën. In elk van de vier delen staat een periode uit de Nederlandse geschiedenis centraal. In het eerste deel gebruikt Andriessen politieke teksten uit de Gouden Eeuw en citeert hij uit een handleiding voor het bouwen van een VOC-schip. Dat is ook wat je in de muziek hoort, het timmeren aan dat schip. Dat schip wat gebouwd gaat worden. Hoe hoor je dat? Doordat er alleen maar hele grote akkoorden steeds herhaald worden. Blang, blang, blang. Vlug, langzaam. Daar kan je allerlei variaties in bedenken. Dat is dan weer wanneer je gaat componeren. Maar het feit dat het stuk gaat over staccato akkoorden, dat is een, wat ik dan noem, een metafoor van het tekst over het scheepsbouw. Zo begint dat stuk? Ja, wat de muziek betreft begint het met 144 akkoorden die langzamerhand sneller op elkaar volgen. Accelerando. Dat hameren, dat was dan een muzikaal thema, zeg maar, een gegeven.
Maar om dat te kunnen structureren heb ik daar een woord voor gegeven. Een woord aangegeven, wat ik overigens voor alle delen heb gedaan. Een historische muzikale vorm gebruikt. Maar nu wordt het moeilijk om niet technisch te zijn, hoor. Maar ik kan het proberen. Een bestaande historische vorm waarin zoiets voorkomt. En dat is met name in de muziek is dat zoiets als de toccata. De meeste mensen kunnen zich daar wel iets bij voorstellen. Dat is hameren op de piano zo. Zo'n soort stukje, als je zo'n stukje maakt, dan raad ik de leerling aan om dat een toccata te noemen. Nou is het eigenlijk heel ingewikkeld, maar wat ik gedaan heb in het eerste deel van de materie is een stuk van Bach genomen, wat een toccata is, een toccata met ritsjekaar. Wordt dan weer ingewikkelder, met een stukje zang er eigenlijk in, maar dan niet gezongen, maar op de piano een stukje zang gespeeld. En ik heb de verhoudingen van de drie delen van dat stukje van Bach, dat is een simpele preludium van een paar minuten, die heb ik uitgestrekt over het hele eerste deel. Dus de structuur van mijn hele eerste deel is dat stuk van Bach, maar dan enorm opgelengd, zeg maar. Dat betekent dat waar Bach begint met vlugge nootjes spelen, ik begin met het orkest. Waar Bach begint met wat dan heet het motet of het ritsjekaar, wat lijkt op gezongen muziek, daar begint het koor te zingen bij mij. En waar Bach de zaken gaat combineren, ga ik die twee dingen ook combineren. Dat is een vrij simpel voorbeeld, maar zo gaat het wel. Ik heb dus pas die structuur van het eerste deel in elkaar gezet toen ik op het idee kwam om dat te plakken op die toccata van Bach. Maar er zit nog iets anders aan vast. Maar dat zijn ook dingen die je eigenlijk niet echt hoort, hoor. Maar die zijn voor een componist ontzettend belangrijk. Dat stuk moet ik er even bij halen. Ja. Ik kan niks uit mijn hoofd. Dat stuk maakt gebruik van een oud thema. Dat tweede deeltje, dus halverwege het stuk, dat begint zo. Je kan je heel goed voorstellen dat dat eigenlijk gezongen moet worden. Die mannen beginnen daar, en dan komen die vrouwen later bij. Dat is eigenlijk een soort koraaltje, een koortje. Maar dat thema, dat is een heel oud melodietje wat in de 14e en 15e eeuw al door alle componisten gebruikt is. En dat heet L'Homme Armé. Dat was een oud Frans soldatenliedje. En waarom Bach dat hier doet, hij doet het nog wel vaker, hoor. Maar voor Bach was dat dus al een oude techniek om dat thema te gebruiken. En dat is dus speciaal heel leuk, want wat ik doe is ook een oud techniekje gebruiken. Dus ik doe iets wat Bach ook al doet, begrijp je? Maar dan weer heel anders natuurlijk. Ik persoonlijk geloof niet dat Bach daar ooit aan Lomma mee gedacht heeft. Maar muzikologen denken altijd heel diep na. En via computers kan het nog makkelijker. En zeggen, ja, het is toch de eenvoudige vorm van het Lomma mee, dus dat zit er duidelijk in. Misschien. Ik denk dat je al improviserend vrij gemakkelijk ook op zo'n soort element kunt komen en dat je daarop een fugato, een stuk waarbij de ene stem de andere imiteert, bouwt. En dat je al improviserend nadat je dit wat gebruikt wordt in combinatie als een fuga in verder. En weer één. En weer één.
iedere keer komt het thema terug. En ja, dat blijkt, dat kun je combineren met, zoals je in het begin hebt, met. En dat gaat tegen dat lomma mee. En iedere keer opnieuw zit. En. Enzovoort. Ik denk dat je bij zo'n stuk moet denken dat het een hele vrije, een soort improvisatorische vorm is. Echt van, nou ja, hij zet zijn poot op het klavercimbal en hij zit een beetje al improviserend te zoeken. Hoe kom ik van de ene toon naar de andere? Hè? Als je denkt, zit hij al in. Het is niet zo dat Bach helemaal niet rekende of nadacht over wat hij deed. Hij was buitengewoon precies over lengteverhoudingen van dingen. Zoals bijvoorbeeld bleek bij het natellen dat die preludium die ik dan in drie delen onderscheid, dat eerste toccataatje en dat koortje en waar die dingen bij elkaar komen, zo zit dat in elkaar, die verhouden zich precies, maar dan ook precies als 3 staat tot 5 staat tot 15. Dat is niet toevallig. Dus Bach zat niet zomaar een beetje te spelen achter die klavercimbals. Hij wist zeer goed wat hij deed. Want het voorbeeld, ik heb je net dat themaatje laten horen. Maar het begint zo, dat stuk. Nou, daar zit dus eigenlijk, en dat moet ik ook nog laten horen, dat het lomma mee later wordt niet zo, maar wordt zo. Dat wordt het thema wat hij gebruikt als hij het combineert. Dat is dus iets uitgebreid, iets moderner gemaakt ook. Maar dan blijkt dat hier in die kop al in zit. Goed horen. Dus. De topnoten, de high points in die vlugge melodie, dat zijn al de noten van, dat wist hij absoluut. En als je het niet wist, dat maakt niet uit, want ik weet het. Zo simpel ligt dat. En ik geloof ook wel dat het uiteindelijk ook niet zoveel toe doet. Maar ik denk dat hij het geweten heeft. Dat hij dat, toen hij daar begon, een beetje toccata zo, dat al in zijn hoofd had en dus dat ging omspelen. Dat kan haast niet anders. Maar uiteindelijk is het niet echt van belang. Maar het is wel van belang voor ons om te weten dat het zo is. Waar gaat het om? Het is net zo belangrijk als een heel mooi meisje. Dat is, waarom vind ik dat nou zo mooi? Ja, dat ga je dan gewoon aan jezelf of aan dat meisje, als je verstandig bent, uitleggen, toch? Precies zo. In het geval van Bach en in het geval van Louis Andries, allebei zijn ze met ontzettend veel getallen en rekenwerkjes en tekeningen en buiten muzikale structuren en plannetjes bezig. Ik bedoel, er zijn zo ontzettend veel onderzoeken naar Bach waaruit blijkt dat het aantal maten en het aantal noten en weet ik dat, die hebben allemaal kabbalistische verhoudingen. Het zijn dingen die mij niet zo vreselijk interesseren, maar ze zitten er wel allemaal in. Nou, voordat Louis aan het componeren toe is, moet hij eerst altijd een halve bibliotheek doorlezen. Hoe een kathedraal in elkaar zit of hoe
weet ik wat voor een ingewikkeld iets. Mondriaans en de grondslagen van de wiskunde. Een hele soort mystieke wiskunde die Mondriaan weer toepassen. Het zijn allemaal dingen die je helemaal niet hoeft te weten als luisteraar. Maar ze liggen wel aan die muziek ten grondslag. Er zitten allemaal tekeningen, uitweidingen, berekensommetjes. En voordat dat zover is en het feit dat dat gebruikt wordt, dat geeft natuurlijk een bepaalde hele hechte en abstracte structuur in die muziek. En dat is natuurlijk wat in die houding zo essentieel is. En die houding is, laten we zeggen, een houding die geënt is op een traditie die in de 20e eeuw in de eerste plaats met Stravinsky te maken heeft. Een traditie die zich afgekeerd heeft van de romantiek en van de midden-Europese muziek en de ontwikkelingen van die muziek, ook later, ook in de 20e eeuw, waarbij muziek steeds meer een middel werd om hoogst persoonlijke emoties tot uitdrukking te brengen. En dat is een ontwikkeling in muziek waarin iemand als Stravinsky een totaal andere klassicistische houding tegenover heeft gezet. Hè? En het zich weer baseren op het klassicisme, waarin vorm, abstractie, ritueel veel belangrijker zijn of veel essentiëler zijn dan die uitdrukking van die emotie. In die traditie past natuurlijk Louis. Wat veel mensen als persoonlijke gevoelsexpressie ervaren, Mahler, noem maar even wat, dat is iets wat ik niet graag schrijf. Ik beschouw muziek als veel, veel verder eigenlijk van mezelf verwijderd dan iets wat typisch romantische componisten willen. Wel heb ik mijn eigen passies en mijn eigen emoties nodig om de goede noten te verzinnen. Dat kan niet anders. Maar die noten die dienen een soort, perfectie is niet het goede woord, maar een soort strenge afstandelijkheid tegelijkertijd ook in zich te hebben. Dat is bij Bach ook zo, ja. En Stravinsky ook. Bij Stravinsky, Bach en bij jouw muziek heb je een strenge afstandelijkheid. Ja, maar die hoeft niet ten koste te gaan van de emotie. Dat is wat veel mensen denken dat dat het gevaar is. Maar dat is absoluut geen gevaar. Je kan, integendeel, ik geloof pas dat die emoties zich werkelijk op een goede wijze kunnen uiten wanneer je ze heel erg laat leiden door de motor van het raffinement, zeg maar. Twee achtste voor. De strijkers, dat komt in iedere partij soms wel eens voor, dat als je uit een voorgaand iets komt in een nieuwe idee, zoals hier bij 4, dat je dan echt doet alsof er niks aan de hand is. Bijvoorbeeld 2 maten voor 4, Janneke. Jam pam 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 pam. Als het ware cantabile. En niet zo verbeter. Jam pam 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 pam. Dat niet. Dat geldt voor andere stemmen ook wel. Regelmatig. Nee, ik wil het niet geforceerd hebben. In zekere zin een beetje lauw loenen, onaangedaan. Ik merk zoveel emotie nu. Mogen we daar meteen maar? Dat is 2 maten voor 4. 1, 2. Dat je muziek gebruikt, dat is veel gebruikt woord, ook over Stravinsky en ook over Louis. Muziek over muziek. Dus het gaat niet, de muziek gaat niet over het leed of de vreugde of de hartstocht of de liefde of weet ik veel. Maar het is muziek over muziek. En je gebruikt daarin dus modellen die bestaan. En dat zijn vaak abstracte dingen. Dat zijn hele abstracte dingen. Dat is een vorm, dat is een bas, dat is een elektrische gitaar of een versterking. Dingen die refereren naar andere muziek. En dat is dus, die muziek geeft als het ware weer commentaar op die andere muziek. En daarin zit dus een soort geschiedenis, een traditie, waardoor de muziek zich aldoor, omdat het over die andere muziek gaat, zichzelf voortdurend verandert.
Dumbarton Oaks is een prachtig voorbeeld. Dat, hè, dat, sommige mensen noemen dat het 7e Brandenburgsconcert. Dat is dus absoluut geënt op het Brandenburgsconcert. Het zijn solo-instrumenten, het heeft een Bach-achtige bezetting, het heeft Bach-achtige modellen. Maar het is vanaf de allereerste noot onmiskenbaar bij Stravinsky. Maar het zegt iets, Stravinsky zegt op dat moment iets over Bach. Dat iemand van de statuur van Stravinsky überhaupt zin had om iets na te doen. Wel een bepaalde stijl aan te hangen en zeker een motorische en harmonische structuur zoals die bij honderdtallen in de werken van Bach voorkomen. Dus in zoverre vind ik ook dat je dat als uitvoerder niet moet gaan denken. Maar dat die motoriek sterk met elkaar te maken heeft, natuurlijk. En dat is als uitvoerder is dat wel belangrijk om te weten. Maar ja, als uitvoerder doe je toch ook gewoon wat er staat. Het zijn modellen die voorkomen. Stravinsky heeft in zijn muziek de klassieke muziek als model gebruikt. Of het nou een Haydn-symfonie was, of Pergolesi, of de Machaut, of Bach. Dat is een model. Het is geabstraheerd. Het is het model wat gebruikt wordt. En dan, omdat je het gebruikt, wordt het iets heel anders. Als Stravinsky een symfonie schrijft in drie delen, waarin hij heel duidelijk het model van een Haydn-symfonie voor ogen had, dan is het geen Haydn-pastiche. Dan is het niet, ik componeer nu als Haydn, iets wat misschien Prokofjev nog wel gedaan heeft in de klassieke symfonie. Maar het is vanaf de eerste noot Stravinsky. En dan is het dus een model wat gebruikt is en waarin Stravinsky iets mee gedaan heeft, het getransformeerd heeft tot iets wat onvreemdbaar Stravinsky is en dus ook helemaal niet meer aan Haydn doet denken. Nou gebruikt Stravinsky allerlei soorten modellen, dus bij Dumbarton Oaks is het heel duidelijk, omdat dat heel duidelijk gaat over een Brandenburgsconcert. Maar dan allemaal rare dwarse noten. Maar hij heeft wel degelijk ook romantische modellen gebruikt, vooral in zijn balletmuziek. Er is een heel mooi groot ballet, dat is op Tchaikovsky gebaseerd. Nou is dat ook een beetje een apart geval, die man natuurlijk. Is ook een beetje een klassicist, maar de Baiser La Fée gaat over romantische muziek. Maar hij neemt wel afstand ten opzichte van de romantische van Tchaikovsky. En met de modellen werken, dat hoeft dus nog niet te betekenen dat dat klassieke modellen hoeven te zijn. Dat kunnen ook hedendaagse modellen zijn. In de stijl, het derde deel van de opera, wat wel ook heel streng gebaseerd is op een basthema. En dat heet dan in de klassieke muziek een passacaglia. Maar dat basthema zelf lijkt althans enigszins op popmuziek. Dat gaat als volgt. En
dat is een soort muzikaal materiaal wat dus weer totaal anders is dan wat ik net zo vertelde over het eerste deel. In deel 3, de stijl, heeft het ook nog een hele specifieke literaire reden. Dat stuk gaat over Mondriaan. En Mondriaan hield zelf erg van jazzmuziek, zoals hij het nog op zijn Franse uitsprak. Jazzbande heette het, jazzbands. Hij het uitsprak. En hij heeft zelfs later, het is bekend van hem dat hij veel van dansen hield. En dat hij plaatjes had van foxtrots en quicksteps en boogie woogies en zo. En hij heeft later in Amerika zelfs schilderijen gemaakt, zoals je herinnert. Die heette Broadway Boogie Woogie 1 en nog een tweede Broadway Boogie Woogie. Dus in dat stuk komt in ieder geval ook een Boogie Woogie voor. Om die simpele reden, waarin een spreekstem vertelt over haar herinneringen aan Mondriaan, hoe hij van dansen hield en zo. Maar dat hele stuk gaat dan niet meer alleen over de dansmuziek van zijn tijd. Maar omdat ik dan in deze tijd leef en dat stuk dus over toch eigen tijd is, in dat stuk refereer ik dan niet alleen aan Boogie Woogie, maar ook aan een beetje disco-achtige bas. Nile Rodgers legde met zijn groep Chic in de jaren 70 de basis voor de discomuziek. Als producer werkte hij met David Bowie, Stevie Ray Vaughan en was hij verantwoordelijk voor de eerste successen van Madonna. The musical influences are very apparent to me. Obviously, using the baritone sax for the bass line and the do-do-do-do-do-do. I mean, that's a very sort of common American R&B kind of bass line. I must say the thing that I was influenced by first when I heard it was, Dan, that must be hard to play. rhythmically, I was just listening to where how the composition develops. And in the second portion of it, or the second portion of where we started it from, how the traditional rhythm section elements, like the drummer and the percussion and where the cymbals came in, were off the beat. Now, a lot of disco is very much on the beat. That's the concept. To not make you sort of do the music in a way whereas people, they don't think first, they react and then they think. With this music, I thought first and then I reacted. Wat je kan zeggen dat ik gemeen heb met popmuziek is dat ik me vasthoud aan een pulserend ritme. Dat is dus daar is een, of het een slag is of door de dirigent of dat er echt gepulserend gespeeld wordt. Maar de muziek heeft een hele strenge, wat ik dan noem abstracte, houding ten opzichte van de indeling van de tijd.
En dat is bij popmuziek altijd zo. Dat heeft ermee te maken dat het dansmuziek is. Dus altijd onke tak, onke tak. Het is altijd aanwezig. Het is altijd een streng ritme. Nou kunnen we, kan ik gelukkig me de vrijheid veroorloven om die oem, om daar een beetje mee te schuiven. Om die oem wel eens iets te laat of te vroeg. Dat, ik kan me wat meer vrijheden veroorloven, want er hoeft op mijn muziek niet gedanst te worden, bijvoorbeeld. Simpele reden. Maar het uitgaan van een strenge puls, zoals bijvoorbeeld in het eerste deel van de materie, waarbij dus de slag het hele stuk door altijd maar die snelle 144 is, dat hoort een beetje bij, bij popmuziek, als je wil. Maar het hoort ook bij barokmuziek, daar is dat ook zo. Jij hebt zelf een stuk. En het fysieke. Dat is wat heel erg veel, het essentiële probleem van de hedendaags muziek, is dat het totaal gespiritualiseerd is. En dat het lijf niet meer kan meedoen. Dat is niet goed. Maar jij schrijft ook dat soort muziek. Ja, dat is wel zo. Het is in ieder geval, ik probeer wel een beetje mijn hersens ook te gebruiken. Dat is absoluut zo. Maar dat fysieke element is wel aanwezig in mijn muziek, in de meeste gevallen. Wat bedoel je met fysieke element? Ga, ga, ga! Dat bedoel ik. Als Louis in zijn muziek koketteert of knipoogt of wat dan ook naar de funkmuziek of wat voor muziek dan ook, dan is het niet een soort pastiche van dat hij dat ook wil, maar hij gebruikt dat als een model. En zodra het bij Louis terechtkomt, dan heeft het ook niet de swing van de popmuziek, maar is het Louis Andriessen geworden, waarin een bepaalde bas ontleend is aan het idioom wat hij op dat moment als model wil gebruiken. Dus Louis heeft helemaal niet zo ontzettend veel met popmuziek gevoelsmatig. Dat zou hem zelf moeten, maar ik denk het niet, nee. Ik neem aan dat hij zelf het omgekeerde beweert, maar volgens mij heeft het er niets mee te maken, nee. Wat wil je horen? Kies jij maar wat uit. Anita Baker. Voor wie die? Mystery. Zullen we dat even draaien? Mystery is, het woord zegt het al. Wat er heel, heel goed aan is, is de verwachting die geschapen wordt voordat de meedogenloze beat begint. Dat gaat dus heel lullig nog met een grammofoontje, zoals je ziet. Met allemaal krassen erop, je weet hoe dat gaat. Bovendien mag je eigenlijk bij mij niet door de muziek heen praten. Maar dat is nu dus bijna onvermijdelijk. Dit vind ik dus heel goed, Anton. Dat vind ik iets minder, dat vind ik iets te makkelijk. Maar... het is een goede overgang, hoor je. Nog steeds heel leuk. Wat een goede noot. En die bel gaat door. Goed vindt, is de lange lijnen en de tegenstelling met de doorgaande ritme. Hoor je dat? En dan krijgen we nog de stem, dus. Nou is dat het, vooral die latere zwarte disco, dat het heel erg geminimaliseerd is. Dus dat het maar over heel weinig dingen gaat en dat dan ook heel radicaal doorzetten. Dat geldt voor de harmonie, dat is ongeveer nu verschrompeld tot één akkoord, soms tweede, mag je al heel erg blij zijn. En een paar ritmische cellen en één melodiefragment en dat dan op een enorme, totale manier voortdurend veranderen en variëren. The songs that I like the best that I've written are actually the simplest songs that just have one or two chords in them. So I guess I'm sort of contradicting myself. Well, because I think that if you can make a statement with fewer notes or fewer words or fewer messages, that it's better. Even though I think that I play very rhythmically, the simpler rhythms are the ones that I like the best. It's just, it's very difficult to do that. It's actually, you have to be more clever to think in a simple way, especially when you know a lot. It's very difficult to turn it all off and go back to basics. Ik denk dat alle goede muziek, en daar reken ik dan gewoon goede popmuziek ook bij, altijd gaat over andere muziek.
en dat het altijd een verwijzing in zich draagt naar iets uit de geschiedenis van de muziek. Ik denk dat dat bij goede muziek altijd het geval is. En alle popmuziek die je hoort, heeft op een of andere manier wel een relatie met een genre van een paar jaar geleden, of van 10 jaar geleden, of van 20 jaar geleden. Maar het idee dat je gebruik maakt van bestaand materiaal, daarmee heeft het gewoon gemeenschappelijk met hoe Bach met noten omging en hoe Stravinsky met noten omgaat. Dat vind ik wel, ja. En bij Stravinsky is het al heel duidelijk, omdat hij niet alleen een genre bekritiseert, bijvoorbeeld, als het ware een essay over een genre schrijft, maar dat hij wel degelijk ook nogal wat gearrangeerd heeft, zeg maar. En een stuk van Bach zelf de instrumentatie van heeft herzien, maar 90% van de noten zijn gewoon van Bach. Op een manier slaagt hij erin om er iets van te maken waardoor het wel op Bach lijkt, maar het eigenlijk Stravinsky is. En dat is dus dan genie, kan je zeggen. En bij letterlijke citaten, zoals dat in de hip-hop gebruikt, is dat natuurlijk veel moeilijker om je eigen taal te ontwikkelen aan de hand van letterlijke citaten. Dat is vergelijkbaar met wat er in het samplen gebeurt, want het gaat eigenlijk niet over wat je samplet, als wel dat je samplet. Dat is essentieel aan de avant-garde pop, als je wil. Okay, so what we're gonna do is we'll just sample a little bit of music and then we'll make a new song or a new sequence out of that bit of music. Okay, Captain. Stay out of the light, water. Okay, stop. So now what we've done is we've just sampled that little bit of music there. And what we'll do is we'll put it in here. Stay out of the light. Now I'll take that bit of music and I'll make a sequence out of it so it's playing over and over again, so it now becomes a new piece of music that's just playing. So now what I'll do with that is then I'll take my guitar and I'll play a new groove to that bit. Making records by the numbers here. With samples of your own music. So we'll play. Best guitar playing, but you get the idea. Yeah. That's just off the top of my head. So it could be, we could have taken any piece of music, any groove, sampled it and created a new loop, and I could have played a better part. And hence you'd have a composition. Quite a bit of hip hop is recorded that way. Quite a bit of new music, depending upon what the origins are, R&B, even a lot of rock and roll is done like that now. But in that way, production becomes a kind of composition because you use the element and you do something with it. Absolutely. What the concept is that you take an existing waveform, an existing sound, an existing organized patterns of notes. When I first started in the music business, I used to take classical music and superimpose my favorite classical compositions and composers over dance music. Now people make records. If you listen to MC Hammer's new record, Can't Touch This, it's Rick James's old track of Super Freak. They sample it and they make a two-track loop of it, so it's just playing continuously. And then they superimpose additional elements on top of that. Yeah. Composer is the emotions and the instinct and their feelings and their intellect. And regardless of the initial source that it's generated on, whether it's on piano or if you just sing it, a lot of people, when I'm working with them, they just sing the parts to me and then I write them down. But they're the composers when they're doing that. I'm just writing it down. Doesn't make any difference where the source comes from, but it's governed by your instinct and your emotions and your heart and your intellect. So I usually just come to the machines after I already know what I'm doing. In other words, I'm a guitar player, so everything lives first here. Then I come in and I get to the synclavier and then I start to translate it here. Muziek schrijven is een gecompliceerd iets. Je moet er ontzettend veel voor doen. Het is niet zo dat je iets in je kop hebt en dat het vanzelf ook op papier staat. Dat zou met, nou ja, je hebt momenten in de schilderkunst gehad bij wijze waar het zo spontaan was dat je bij wijze van spreken in één
grote, dan stond het er al op. Het automatische schrijven heb je op een gegeven moment gehad. Dat alles wat in je geest opkwam, dat schreef je op. Dat kan in muziek helemaal niet. Er zit een ontzettend verlangzamende werking in. Dat wat je in je kop hebt, voordat het op papier staat, moet je zo ontzettend veel handelingen verrichten. En symbolen opschrijven en weet ik veel. Dus daar zit automatisch een abstractie in. Dus componeren is altijd geweest iets waar je ontzettend voor zit te rekenen en uit te rekenen en maten en cijfers. En Louis Andriessen, de gulden snede, komt in ieder stuk wel een keer voor. Dat is allemaal precies afgemeten. Op dat moment gebeurt dat en zoveel maten dit. Dat kan je allemaal natellen. En dat zit, als klopt ook al, dus dat zit geheid in elkaar. Het fascinerende is, zoals bij iedere compositie die goed is, fascinerend is, dat is dat het niet anders kan dan zo. Dat de volgende maat uit de vorige maat onmiskenbaar voorkomt en eigenlijk geen andere maat had kunnen zijn. Het is absoluut zo dat er stukken zijn, daar staan goede noten in, en er zijn stukken, daar staan verkeerde noten in. Maar het wonderlijke is, als ik het nou probeer uit te leggen, dan maak ik het alleen maar ingewikkelder. Want wat blijkt nou in de praktijk? Als je er echt goed naar kijkt, dan blijken dat de goede noten, dat zijn vaak juist de verkeerde noten. En dat iemand die alleen maar de goede noten schrijft, een beetje. De noten namelijk, die komen na precies die je verwacht. Dan krijg je gewoon middle of the road, new age, slappe onzin. Dat zijn de goede noten volgens de normen, zeg maar. Dat zijn dus allemaal de verkeerde noten, juist, vind ik. Dat zijn namelijk de noten die iedereen wel kan bedenken. Die iedereen, niks, gewoon onpersoonlijk, vage onzin. Maar de goede noten, dat zijn iemand die daarin steeds net iets anders doet dan de ander. En of dat nou Bach of Stravinsky is, dat maakt dan verder niet uit of Beethoven. Er zijn een heleboel mensen die dat voortdurend doen. Dus wel in een bepaalde conventie schrijven, dus er is een zeker verwachtingspatroon, maar dan net die kant of net die kant op gaan, net dat akkoord of net dat akkoord. En dat zijn eigenlijk dus de verkeerde noten dan die je verwacht. En de verkeerde noten, dat zijn de goede noten. Maar wat zijn goede noten dan? Je kan ze alleen maar spelen, dat is het probleem natuurlijk. Dan speel ze dan. Het eerste wat me hier voor mijn blik komt, is het woordtemperierde klavier van Bach. Fuga. Ja, wonderlijk mooie fuga. Het is een thema dat bestaat uit vier noten. Nou, dat is dus helemaal niks, is dat. Maar dat is een buitengewoon mooi stuk wat hij allemaal met de vier noten doet. Om een voorbeeld te geven. Die op een gegeven ogenblik, na allerlei andere gebeurtenissen, waaronder andere thema's zo, verschijnt plotseling dat thema, en dat is al die tijd ook niet geweest, verschijnt precies in dezezelfde toonsoort, heel laag in de bas. Nou, zoals je het nu speelt, is het nog helemaal niks. Maar het feit dat het daar staat, die inzet, die is op zichzelf buitengewoon mooi. En dat komt bijvoorbeeld, dat zijn dan simpele technische details, dat daarvoor die bas heel lang niet zo laag geweest is. Dus hij schept als het ware een akoestische ruimte waarin dan dat thema zijn volle glans kan krijgen. Dus dat het daar heel goed is, komt omdat het daarvoor heel lang niet in dat gebied zich iets heeft voorgedaan. Dus moet je even die noten ervoor spelen, wil je dat kunnen horen. Bovendien vermijdt hij in die inzet een hele fragile harmonische situatie. Dus het is ook niet op een platte manier gedaan, maar hij glijdt er als het ware in. Je moet een paar maten ervoor spelen. Iedereen die een beetje oren in zijn kop heeft, hoort dat dat heel erg mooi is. Zal ik het nog een keer spelen? De twee golven van de twee verschillende thema's ontvouwen zich al wandelende door het verhaal. Is ruimte geschapen beneden voor die gong en dan die lage, dat klinkt op een klassieke manier eigenlijk veel beter natuurlijk. Die grote lange snaren die beginnen dan ineens te gonzen daar. Ik kan dus niet goed spelen, maar dat moet je dan maar erbij fantaseren. Stem ook. Wat kunnen we hieruit leren? Onder andere dat het begrip de goede noten niet helemaal los te zien is van alle andere aspecten van muziek. Die ene noot, dat is dus helemaal niks blijkt. Het gaat uitsluitend over de context waarin die noot staat. Het heeft dus blijkbaar te maken met, ik noemde een begrip als akoestische ruimte. Dat is dan een heel ingewikkeld begrip. Maar
Het feit dat je dat thema op dat moment ook herinnert is heel essentieel. Het is ook goed omdat we... Ja, natuurlijk. Het heeft ook een... Ja, natuurlijk. We kennen dat thema. We hebben het al 100 keer gehoord. Het is alleen nog niet zo laag verschenen. Wat hij ook vaak doet is bijvoorbeeld in zo'n geval het thema weer laten horen. Maar veel langzamer. Dat is dan ook weer heel goed eraan bijvoorbeeld. Dus blijkbaar is het tempo heel erg belangrijk. Niet alleen de hoogte van de intervallen, maar ook het tempo is heel belangrijk. En in eerste instantie natuurlijk de... Nou, in eerste instantie weet ik niet. Maar essentieel voor mij in ieder geval is de harmonische context. Wat zijn er aan samenklanken tegelijkertijd die zich ook nog afspelen? Je kan een heel lullig melodietje, ik ga geen voorbeeld geven, kan je op een lullige manier begeleiden en je kan het op een interessante manier met akkoorden begeleiden. Dus blijkbaar zitten er veel voetangels en klemmen aan de vraag om aan iemand uit te leggen wat een goede noot is en wat niet. Maar waar gaat het uiteindelijk over in muziek? Om iemand te... Willem-Jan Otte die schreef laatst een eigenaarstuk. Het raadselachtige verschijnsel van Bach, dat het zeer technisch is en dat het troost biedt. Dat vond ik heel erg mooi. Uiteindelijk gaat het om je tot tranen toe te ontroeren. Daar gaat het uiteindelijk om. Okay. Dienen van de schoonheid.